Hallo allemaal, goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag en een nieuwe weekvlog. Deze week ga ik naar Barcelona met werk. Valk, ik heb veel zin in. Morgen heb ik ook een event in Zeeland, dus dat is ook helemaal gezellig met een overnachting. Super gezellig. Ik ga nu lekker sporten. Ik doe het leuke sportpje aan van Björn Borg. Heel mooi zit hij. En ik wacht niet op Anne. Totdat ze me ophaalt. En vandaag moet ik ook nog even mijn stageverslag zitten. Dus saaie dag. Maar vanaf morgen wordt het helemaal leuk. Oké, ik ben terug van sporten. En ik heb even lekker gedoucht. En ik heb even mezelf ingesmeerd met zelfbruiner van Bondi Sands. Die ik vorige week had gekregen. Heel goed PR pakket. Love it. Ik ga dit gewoon even een paar uur laten intrekken. Ben ik helemaal ready voor Barça. En voor Barça. Voor het event morgen en voor Barcelona. En vanavond komen Anne en Nina gezellig eten. Oh, wacht. Vanavond komen Anne en Nina gezellig eten. Dus ik denk dat ik gewoon alvast een beetje ga beginnen aan het eten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Vandaag heb ik een superleuk event. Helemaal in Zeeland met een overnachting. Ik ga hier samen heen met Isa Luna. Ik ken haar ook van social media en zo. Dus super gezellig. We hebben elkaar echt al vet lang niet gezien. Dus we gaan elkaar even meet op een punt. En dan gaan we samen verder rijden. Want het is dus helemaal in Zeeland. Het is bij Brouwersdam, als jullie dat wat zegt. En het is een event van Peot en Brunotti. Dus een skincare merk en een bikini sporty merk. Nou, vet leuk. Ik heb er helemaal zin in. Ja, ik ga nu van de weg. Ik heb er helemaal stress. Echt, my god. Ik haat mezelf aan met alles op het laatste moment. Altijd. Maar goed. We can do it. Nou, ik ben met de girl. Hello. We arrived. Yes. Helemaal in Zeeland. Nou, het ging eigenlijk best wel snel. Ja, inderdaad. Maar we zijn dus bij Brouwersdam. En ik ben echt super benieuwd wat ons te wachten staat. Nou, kijk eens hoe cute. Heel die tafel gedekt. Allemaal in een sweater van Brunotti. Ik was zo dus. Nou, we beginnen met een lekker bananenbroodje. En we gaan zo naar het huisje. Ja? Ik ben echt super benieuwd. Maar iedereen is er gezellig. Helemaal cute. Nou, we zijn bij de huisjes aangekomen. Dit is echt te cute. Dit zijn mijn roomies. Nou, gewoon aan het water. Zo, we kunnen gewoon een frisse ochtenddijk nemen, jongens. Nou, wat leuk. Hoe cute. Nou, we hebben gewoon een buitenspiegel. En kijk hoe leuk het al versierd is. Helemaal cute. En we hebben dus echt een huisje zo aan het water. Echt niet normaal. Het is zo leuk. I love it. En hier, oké, wacht. Ik ga even alles checken. Badkamertje. Douche. Daar is de cameraman. En hebben we hier dus een bed. En hier heb je nog twee bedden. Nou, kijk hoe leuk. We hebben deze setjes van Brunotti. Of een S mag van die legging of een S van deze. Maar, nou, dit is echt geweldig. Ik voel me helemaal soort jarig dat ik hier mag zijn. Kijk die view. Nou, dit is toch helemaal geweldig. Hier hangt gewoon een hangmat. I love it. Nou, beeldig. Beeldig. Ja. Maar kijk deze view gewoon. Ja, ik vind het echt bizar. Echt leuk. Oh, we zijn aan het kanoën. Ja, we gaan zo meteen dus suppen, jongens. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het nog nooit gedaan, dus helemaal leuk. Nou, we zijn helemaal in de outfit. We gaan nu eventjes lunchen en daarna... Kijk, een lekker zonnebril. Ja. Oh ja, ik heb jouw zonnebril op. Was vergeten. Thanks to you. En we gaan nu, ja, we gaan zo suppen, even lunchen. Nou, ik voel me helemaal soort ja. Ja, ik vind het zo helemaal geweldig. Nou, we zitten nu weer bij de tafel. We gaan nu lekker lunchen. Helemaal leuk. Ik heb nog niet geprobeerd. Ik moet een aantal producten. Jullie gaan ook voelen dat de geuren en de texturen allemaal verschillend zijn. We hebben ze even getest gedaan om te zorgen dat je telkens een andere ervaring hebt. Een andere sensatie. Er komt een avocado, dan hebben we aan de ene kant broodjes carpaccio. En aan de andere kant hebben we broodjes, poelt, paddenstoel samen met oesterzwammen. Oh my god. Wat goed. Maar ik weet niet wat jullie willen. Mij maakt het niet uit.
kofferen wij alles. Zijn we het allemaal meiden, wilden even wat stoere chicks laten zien. Ook om jullie wat support te geven. Zo meteen staan we allemaal op die surf. Dus, oh, gaan het waar maken. Ook wij bestaan al best wel lang. Dus we stonden 3 jaar geleden 40 jaar. Nou, we hebben net lekker geluncht en we zitten hier even in het zonnetje. En we gaan zo meteen hier dus yoga. Helemaal benieuwd. Zin in? Helemaal leuk. Kijk dan, iedereen is gewoon helemaal matchy. Hoe leuk. Ja. Deze suppa en is een superleuke outfit. En het was echt superleuk. Het was wel een beetje harde wind, maar dat was prima te doen. We hebben nu lekker een smoothietje. Die is ook top. Mm. Het was zo leuk om te doen. Ik had het nog nooit gedaan, dus het was helemaal leuk. Nou, ik heb even opnieuw opgemaakt. En we hebben dus ook outfits gekregen voor de barbecue zometeen. Allemaal boel outfits. Wij hebben hetzelfde jurkje aan. We zijn even aan het opmaken en zo. En we hebben net even fotootjes gemaakt. Helemaal cute. Het voelt echt alsof je soort op vakantie bent. Ja, zo lekker. Dat je zo lekker buiten aan het opmaken bent en zo. Helemaal gezellig. Nou, we gaan lekker barbecuen. Oh, gaat die deur weer niet dicht? Je moet dat ding helemaal naar beneden duwen. In de tand dat dit dan komt. Heb je dat ook wel eens? Huh? What the fuck? Ja, er is een balk aan de onderkant. Oh. Hey, volgens mij moet die kant beter omlopen, want anders moet je heel thuis. Ik ben helemaal thuis hier ook. We gaan barbecuen. Oh my god. Hoe leuk. Oh, wij denken we zijn helemaal te laat. Ja. Nou, wat goed. Zo leuk. Echt super. We hebben grote spiezen. Dit is allemaal vegetarisch, vegan, tempeh. Lekker. Dit is vlees. Dus we hebben hamburgers, Black English hamburgers. Kipsaté, spare ribs. Dan hebben we hier zit verstopt in aluminium. Maar gevulde paprika met tomaten in. Oh. Nee, die moet allemaal gewoon even openmaken om te kijken. We hebben zalm. Oh. Met vis en met ui. Oh, dus het is lekker ook om. Ja. Stop maar dus op die shirt. Het is lekker als je het gewoon in aluminium laat, zodat het gewoon de stoof in dat aan de onderkant niet verbrandt. Helemaal daarvoor, sorry. Voor vegetariërs. Yeah. Die twee zijn voor jullie. Yeah. En natuurlijk de groentes en zo. Brood, huisgemaakte kruidenboter, malenboter, de gemengde salade met rode mosterddressing. Oh, we hebben couscoussalade met feta, die hebben jullie met de lunch ook al. Nou, we hebben net heerlijk gegeten. We hebben nu lekker een seltje. Ik ga eerst praten, dan doe ik deze erbij. En we zitten zo... Oeh, cute! Bij het kampvuur. Oh, genieten. Eerst deze meisje. Ja, dacht ik. Want deze was veel langer. Ja, true. Oh, lekker. God, de wind draait. Nou, we zijn even We zijn al een tijdje terug in het huisje zo. Mijn haar stinkt naar kampvuur, niet normaal. Maar we gaan nu lekker slapen. Het is nu 12 uur. Morgen moeten we weer om 9:30 het huis uit zijn. Dus opgeruimd. Allemaal helemaal ready. Dus ja, het was zo'n gezellige dag vandaag. Echt top. Je zit alweer bij het ontbijt. Kijk hoe goed dit is geregeld. Ah, oh, het is zo leuk. Heerlijk. Beetje zonnebril. Hoe goed je hebt geslapen. Ik ga toch nog een kleine workout voor je gezicht doen. Vertel eerst even wat achtergrond info. Sommige dingen zijn gisteren al wel naar voren gekomen. Dus ik ga er gewoon even snel doorheen en dan kunnen we met z'n allen lekker aan de slag. Zoals Dorien gisteren ook had verteld, is... Dit is before. Wat doen we allemaal? Yeah.
kleden. Maar het is eigenlijk... Nou jongens, ik ben weer thuis. Wat een leuk event. Het was echt zo fucking leuk. Ik heb het echt zo naar mijn zin gehad. Zoveel leuke mensen waren er. Het was echt helemaal gezellig. Ik heb nu alweer mijn spullen aan het pakken voor Barcelona. De ene koffer wordt uitgepakt, de andere weer in. Morgen ga ik naar Barcelona. Zoveel zin in ook. Dus helemaal gezellig. Het is al bijna avondtijd. Het is 5:45. Ik heb zoveel honger. Ik heb alleen het ontbijt vanochtend op. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik ben nu in de auto onderweg naar Schiphol. Ik ben lekker op tijd. Het is nu 12:00 en ik vlieg om 5:15. Dus let's pray dat ik het ga halen. En dan gaan we gezellig naar Barcelona. Ik heb er veel zin in. Can't wait. Ik ben op Schiphol. En ik ben een half uur door de security heen. Dat is echt niet normaal. Ik was om 12:00 en ik was om 12:30. Zat ik bij de gates. En ik ben nu gewoon even aan het editen. Dus helemaal top. Het is nu 1:30 inmiddels. Dus ik ga zo even wat eten halen, denk ik. En ja. Wachten, mezelf een beetje proberen te vermaken als het lukt. Maar en ik kan gewoon niet wachten om in Barcelona te zijn. Nou, ik zit inmiddels al een tijdje in het vliegtuig. Het is nu 6:30 alweer. Volgens mij ging het om 6:00 weg of zo. Ik heb even lekker wat drinken en wel een broodje kaas gekregen. Dus dat ga ik nu even drinken en eten. En de vlucht duurde volgens mij maar 1:45, heel kort. Dus volgens mij ben ik er om 7:00. In de taxi, jongens, helemaal top. En ik ga nu naar die meiden toe. Ik ben ook heel benieuwd op het appartement. Dus volgens mij is het echt wel een top appartement. Dus dat is helemaal top. En ja, het zou best wel goed gaan. Uiteindelijk een uur vertraging of zo. Nou ja, prima, weet je. Het is toch altijd een hele rit. Maar goed. Jongens, ik ben aangekomen. Woe! Nou, kijk even deze view. Dit is toch helemaal geweldig. En we hebben dus naked... Joe, kom maar. This is like the ik was heel gesprek en niemand reageert. Ik was echt helemaal opgezogen in dit. Wat gebeurde daar? De baas is boeling de intern. Wat zei ze dan? Maar we zitten dus in een appartement. We hebben echt één ziek groot balkon. Wat super chill is. Ik heb binnen nog helemaal niet eens gezien. Maar dat zal laat ik zo wel zien. Echt chill. En ja, helemaal chill. Oké, ik ga even een roomtour geven. Wacht, wil je eerst dit even filmen? Ja. Oh, we gaan eerst dit even. Hij gaat. Ja, he has to be on a blow, not a sucker. Let's be on blow, not suck. I'm gonna blow this luchtbed away. Oh! Yeah, it's going! Oeh! Oh, dit is fucking chill. Of je met zo'n kutpomp? Ja, oh, dat komt. Schat, als ik kan blazen, hè? Ik zie een auto. Ja, sorry. Ja, dat was zo zacht. Was jij nou een beetje op de klauwkiel? Maar ik heb wel het verhaal gehoord en ik heb er gewoon 3 dagen stuk om gelegen omdat ik het gewoon helemaal voor me zie. Oh yeah, baby. Nou jongens, dit is toch top. Dit is echt een top ding. Goedemorgen allemaal. Wat zie ik er? We zijn koffie aan het maken. Echt op de meest vreselijke manier. Hoor. Maar het werkt. In ieder geval, ja. Het werkt. Een soort van. We hebben wel hier, waar is de koffie? Oh, daar. Koffietje en dan een beetje havermelk maken we warm en dan schuimen het op. Nou, een liter iets dan iets. Vandaag gaan we lekker werken. Gaan we beginnen hier en daarna gaan we... Oh my god, ik ga een stukje. Je kijkt echt precies in het hele kantoor in. Ja, we gaan even werken. En ik ga aan mijn stageverslag. Zo, helemaal top. En daar is Tess. Hey. Wat heb je gedaan? Yoga. Hola.
Hola, heb je yoga gedaan? Ja, ik ben een yogavrouw. Wat lekker. Daar. Ik ben de yogavrouw. Ik besef nu dat ik volgens mij nog steeds geen appartement tour heb gedaan. Nou, daar heb je dus het ene balkon. Daar zaten we gisteren. Heb hier de woonkamer. Heb hier de keuken. Heb hier nog een balkon. Zo leuk! Zo leuk! En hebben we hier één badkamer. We hebben er dus twee. Het staat helemaal vol. Ik ga stuk. Maar hier dus een badkamer. Dan hebben we hier één kamer. Hier slaap ik nu met Maggie. En Tessa slaapt nu daar. En dan hebben we nog een kamer en een badkamer. Wee, wee, wee. Oh, volgens mij is Cecile op de kamer. En dan hebben we hier nog een badkamer. Echt super chill. Ho, ho, ho. En hier nog een slaapkamer. Nou, zo fucking chill. Oké, we gaan nu even de stad in. Ik heb even dit super leuke outfitje van Naked aan. Die is dus nieuw. We gaan even shoppen. Yay! Nou, ik wilde net je moment of fame pakken dat je op je blote voeten ging. Oh nee, Tessa. Oh my god. Nee, maar dan ga je alleen maar in glas staan. Zo dan. We zijn nog steeds aan het lopen. We zijn even aan het passen. Jij hebt de top. Ja. En ik heb het broekje. Nou, deze zit echt perfect eigenlijk. Zal ik hem nemen? Ja. Het is cute. We love it. Ik vind ook wel leuk dat hier wat donkerder is. Ja, it's good. I have like exactly the same at home, but not here. Nou, we zijn net lekker weer shoppen met de girls. En we gaan nu naar het strand. Nou, we gaan in ieder geval eerst naar het appartement, even omkleden, dan naar het strand. En we hebben allemaal leuke dingetjes gekocht. Nice. Nou, wij hebben lekker de dagje gehad op het strand. Of in ieder geval een namiddag. Met een hoofdgegeven door die oma's. Die oma's. En nog een weer. Zo, zit één cocktail in. Oké. Ik heb niet gevlogd op het strand. Heel spijtig. Maakt niet uit. Maar, nee. Noah. Jij. Ik wel, ja. Van één gin tonic, ja. Ja, dat gaat zijn niet lukken hoor. Nee. Die heeft gewoon een hele horecazaak nodig. Ja. Een hele bar. Ja, een hele bar. Wil je iets vertellen? Ja! Jij hebt een go! Ik heb een go op mijn scriptie. Dus dat betekent dat ik mijn verslag is goedgekeurd en ik weer aan de slag kan. Hey. Hey. We gaan nu terug naar het appartement lopen. Gaan we het even klaarmaken en zo. En dan eten. Vanavond gaan we nog een drankje doen. Helemaal gezellig. Oké, we zitten nu in de taxi en we gaan nu lekker eten. Zo, je ziet mijn brons nu heel erg. Ja, maar goed toch? Ik vind het mooi. Ik heb een jurkje aan en hakken die ik vanmiddag heb gekocht. Maar ik heb nu al spijt, want ze doen nu al pijn. Ik heb 10 meter gelopen. Oké, we zijn lekker op het terrasje aan het eten en aan het drinken. Nou, net, het was echt zo lekker. Ja, het is wel heel lekker. Maar er was, wat, hoe heet het? Wat is het dan? Ja, wat is de tinko? Pladina. Piadina. Een soort dubbelgevouwen wrap. Met parma ham en dan kaas en rucola. De eentje was een soort met truffelolie, maar nou, Merel, ik neem een hap en het was zo vies. Het was gewoon echt alsof ik benzine in mijn mond had. Het was zo vies. Ik ben gewoon nog steeds in shock. Ik ben gewoon nog steeds in shock gegaan. En het was zo. Nou, gewoon echt alsof je een soort ene gewoon een zeep. Gewoon benzine. Gewoon één gewoon. Gewoon een soort spiritus. Ja, het is gewoon een soort spiritus. Nou, dat was echt vreselijk. Maar gelukkig waren de anderen wel weer lekker. Misschien was het een soort truffelolie, ik weet het niet. Maar verder is wel heel gezellig. En heel lekker. Ja, we krijgen een nieuwe. Dus we zijn lekker cocktails aan het drinken. Met een lekker kappertje. Ja. Maar zit ingerold in de servet. Know what they have to add to Instagram stories? Nou. That you can search? Ja. Woe! Ja. Ja,
kijk, dit is het dus. Fucking lekker. Echt heel lekker. Maar, oh, nou, die we net hadden, het was echt een drama. Ja, dit is ook lekker. Dit was mijn favorite. Dit is smoke. This was my favorite. Oh, this, yeah, but this is also good. Yeah. Smoked ham. Okay, guys. Follow It's Lovely Maggie. Maggie. Because she is so lovely. Let's get her to 10k. Come on, please. Yeah. Yeah, then you get 1000 euro. Hey, jullie vonden de Maggie mukbang met Maggie allemaal zo leuk, dan moet je er ook volgen, hè? Ja, that's true. No, so that's not nice. Now you face me tomorrow. Yeah, yeah. So, when it's getting more than 10,000, you can give Steffi. Nou, we hadden net super lekker gegeten, gedronken. Nee, helemaal niet lekker. Oh, nee, maar die heb ik al uitgelegd. Oh ja. Oh ja. En we gaan nu naar een andere bar, kijken of dat wat is. En anders gaan we naar huis. Maar het is hier echt tering druk, what the fuck. Hij heeft een... Wat? Wat is dit? Ah, en nee. Doe je wat? Nee. Ga je dat eten? Oh, nee. Ik hoef het gat. No. I'm in my dress. Ja. Hier. Ja. Oh, dat is het. Merel is helemaal klaar mee. Ze heeft gewoon de hak alvast uitgedaan. Ja, jongen. Kees en mij er niet meer rijden. Ze hebben helemaal pas gegroeid aan mijn vader. Ik heb hem echt disrespect gegooid naar zijn dadel. Hij heeft er echt een 7 opgegeten. Hij gaat vroeg schijten. Dat wil je niet weten. Zo, dat komt er echt met... Wat? 100 kilometer. Als het kan ons kan zijn. Hij zat net aan jouw been. Huh? Toch? Hij zat net... Nou, op zich. Hij heeft al afdaald, op en gaat vroeg schijten. Oh, wacht. Nou, als we het blijven, dan weten we vandaag. Oké. Okay. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En we gaan lekker naar het strand. Lekker een kinnetje aan. Oh, wow. Hele dag lekker op het strand liggen. En vanavond gaan we lekker uit eten. En ja, denk wel uit. Yeah. Ja. Helemaal leuk. We liggen nu lekker op het strand. En we zijn lekker aan het tannen. En we hebben dus van Maggie de oma geleerd dat je om de 20 minuten moet draaien. Dus dat zijn we aan het doen. We hebben ook een timer gezet. Heerlijk. Ik lig al de hele dag op het strand. Ik ben nog steeds aan het liggen. Ja, ik lig nog steeds op het strand. Nou, mijn hoofd is wit. Mijn lichaam is wel bruin. Maar goed, hoe laat is het nu? Half 5, denk ik. Ja, het is kwart voor vier. Het is kwart voor vier en ja, we liggen nog steeds op het strand. Heerlijk. Oké, we zijn al een tijdje terug van het strand en ik heb me nu opgemaakt. Ik heb dit superleuke jurkje aan. Als je wil zien hoe ik me heb opgemaakt met Cecile, moet je even de naked video kijken, want die staat online. Ja, die staat online. Dus dan kan je zien hoe we gezellig get ready with us. En ga ik ook heel de avond filmen. Dus helemaal cute. Verschil zien, het is niet normaal. Ik zal het van dichtbij laten zien. Bizar. Echt heel mooi. Ja, is dat niet normaal? Het is echt niet normaal wat het verschil doet en het blijft gemeen aan. Ja. Echt heel mooi. We are so ready.
Love it. And look at that fucking view. It's amazing. It's freaking amazing. Oh, dit is een leuke thumbnail. Deze is heel mooi. Je moet eigenlijk iedereen nu. Jongens, dit is even de we moeten even een thumbnail maken. Oh jee. We gaan nu de andere kant denk. Wacht. Volgens mij ja, maar nu misschien... Oh, is er een timer? Nou, nee, oh, bij de zonder daar. Oké, we zijn bij het restaurant. But we have to wait. And we're hungry. And we want to sit. Right? Is er... Maar we hebben er wel zin in, hè, meiden. We're ready. We zitten hoor. Hey. Oké, doe een speech. Sure. Dat is een beetje van de boven van vrouwen, dankjewel. Nee, we gaan niet zo. Dat vind ik niet zo hard. Deze wijn is niet normaal. De perfect chicken and chili and cheese. Dan schiet je toch weg als het water is. Fuck off. Nah, Tess. Nee, ik had gewoon even echt heel veel zin in wijn. Oh, maar jij lijkt echt een soort filter. Gewoon de dat was mijn eerste glas, hè, wijn. Hey. Ik heb echt al drie glazen. What the hell? Ja, maar dit lijkt gewoon... Ja. Je bent zo bizar knap. Ik vind het gewoon niet normaal. Oh, nee, maar ik vind het echt niet normaal. Oké, maar maak je speech zo. Oké. Ja, maar die mensen komen niet concentreren. Maar leuk dat we er allemaal zijn. We gaan in Barcelona gaan we het helemaal opzetten. En ja, ik vind het leuk dat we met z'n allen bij elkaar zijn. En super proud dat you made it here. Made it. Oh, net te laat. Oh my god. Dat is niet af. Geitenkaas. Nee, blue cheese. Jam. Deze tonijntataar is bizar. Take a bite. Oeh, yum. En dit ook. Dit is een kaaskroket. Ah, fucking hell. Vind je het lekker? Hoe vind jij het, schat? Ja, ik vind het gewoon niet normaal. Ja, ik ben wel I would take a bite. Very questionable research. On my white pants. Thank you, darling. No, very hygienic. Fuck. I want to marry you. Ja, ik wil gewoon even eerlijk met jullie zijn. Nee, ik moet even wat met jullie delen, guys. I've been lying to you. Maar ik heb gewoon vet rollen. And I love them. En Tessa is pregnant, so social media is fake. Bye! Wat? Zeg jij de mosselman, Zeg jij de mosselman, ik kom best geen vendingen. Is het doei? Oh! Ja, hij zult gewoon bakken, dus kijk naar. Ja, het is aan. Look, vlog. I should vlog also. Oh my god, you look like as if you're gonna get married. Oh. Yeah! You look like My daddy. And then? Okay, we zijn hier bij een bar. Woo! And he's going to make us.
Hallo allemaal, het is alweer zondag. Zo, het is overbelicht. De zon is vandaag fel. Ja, Tess en ik liggen even lekker op het strand. Heerlijk. En ik ga even wat eten nu. Ik heb even lekker ham en kaas en zo gekocht. En ga even chillen, daar is zondag voor. Ik ben het helemaal zat. Heerlijk, lekker aan de zee. Alright, het is alweer 7 uur. Ik ben echt ziek erg verbrand hier. Echt niet normaal. Ik ben ook wel echt heel bruin geworden. Maar nou, echt te geweldig. Nina en Dani zijn dus nu ook in Barcelona. Dus ik ga gezellig een avondje met hun uit eten en zo. Ik heb deze corset van de Zara aan en dit broekje van H&M heb ik hier gekocht. De sneakertjes. Dus ik ga nu naar een hotel lopen en dan gaan we gezellig eten. Helemaal zin in. Ik wilde dus eerst een taxi pakken, maar ik dacht nee, ik ga even lekker lopen. En ik ben ook echt blij dat ik het heb gedaan, want ik zie lekker veel van de stad en het is super lekker weer. Heerlijk, even lopen. Oh, ik ben met mijn schatties. Hoe leuk. En we gaan lekker eten. Oké, de meiden zijn lekker bij een bar. Oké, we made some friends. En Daantje banaantje. Daan of course. Of course Daan. Oké jongens, we zijn thuis bij het appartement. En iedereen slaapt natuurlijk al lang. Het is 2:30. Ik hoop dat ze me niet haten dat ik om 2:30 thuis kom. En dat we morgen weer vroeg werken. Het was echt fucking gezellig. Wacht, ik geef een lichtje op mezelf. Het was echt super gezellig. Ja, ik ben er nu. Dus ik ga even niks meer zeggen, want anders gaat ze mij haten. Goedemorgen allemaal. Het is 12 uur al geweest. What the fuck? Oh. Middag dan. Ik heb eventjes uitgeslapen, want ik was zo laat thuis. En ik was echt fucking moe. Wij zijn allemaal aan het werk. En ik werk natuurlijk nu niet echt. Dus ik ga even een koffertje zetten. En dan ga ik even de stad in. Even lopen. Misschien even naar Sephora. Ja. En bij hun even lunch of zo. Ik weet niet. Ik zie het wel. Ja, ik denk wel dat ik naar hen toe ga. Daar ga ik ook even werken. Mijn stage en lunch of zo. Ja, dat. Nou, het is natuurlijk gewoon een maandag. Dus het is gewoon het einde van de week vlog. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik was echt van hier mee. Ik had het event gehad en naar Barcelona. Helemaal geweldig. Super leuk. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet me zeker jullie te supporten. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!